Het station Gent-Sint-Pieters is een eeuw oud en is vandaag het belangrijkste treinstation in Vlaanderen. Elke weekdag stappen hier 50.000 mensen op een trein. Ongeveer 40% komt per bus of tram naar het station, 18% fietst naar hier en ongeveer 9% van de pendelaars nemen de auto. De komende jaren worden er een pak meer reizigers verwacht. Het is duidelijk dat het station en zijn omgeving moeten aangepast worden aan de 21ste eeuw. In 2007 ging een ingrijpend bouwproject van start, het project Gent-Sint-Pieters. Een samenwerking tussen de NMBS Holding, Eurostation, Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest en de stad Gent. Gent-Sint-Pieters wordt een toegangspoort tot een moderne stad. Eén mobiliteitsknooppunt waar trein, tram, bus en auto, fietsers en voetgangersverkeer naadloos op elkaar aansluiten. Wat verandert er aan het treinstation? Veel, maar niet alles. Het oorspronkelijke toegangsgebouw is namelijk een beschermd monument. De plafond- en muurschilderingen werden gerestaureerd en er kwam een nieuwe glazen luifel. Aan de platanen op het Koningin Maria Hendrikaplein wordt niet geraakt. Het is en blijft een beschermd stadsgezicht. De rest van het stationscomplex wordt zeer ingrijpend gemoderniseerd. Door het optimaliseren en verminderen van het aantal wissels, door de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en door een nieuw gebouwd spoorviaduct zorgen we ervoor dat de treinen sneller en veiliger binnen en buiten kunnen rijden. Terwijl het station op volle capaciteit blijft draaien, worden de treinsporen en perrons afgebroken. De aarden spoorberm wordt weggegraven en in de plaats komen er viaducten voor de nieuwe sporen en perrons. Een meesterwerk van technisch kunnen. In weer en wind wordt er op een beperkte ruimte gesloopt en gebouwd, terwijl reizigers zich in weg haasten naar hun volgende bestemming. Spoor 12 is als eerste nieuw spoor weer in dienst. Wanneer ook spoor 11 klaar is, worden op perron 11 en 12 de definitieve trappen, roltrappen en liften in gebruik genomen. De start van onze reis naar de toekomst. En die ziet er zo uit. De 12 perrons worden tot 4 meter breder en een stuk langer. Daarover komt er een grote overkapping met veel glas. Alle perrons krijgen een bijna doorzichtige lichtstraat in de vloer. Zo valt het daglicht tot beneden in de open hal. Die open ruimte is 35.000 vierkante meter groot. Door de roltrappen en liften zal het stationscomplex makkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. En er is ook plek genoeg voor allerlei diensten, winkeltjes en horeca in een aangename en open sfeer. In de grote open ruimte onder de sporen stap je over van trein naar tram, naar bus, naar fiets, zonder gehinderd te worden en langs de kortst mogelijke weg. De Sint-Denijslaan krijgt een volwaardige stationstoegang met veel glas, over een lengte van 300 meter. Hier komt ook een tweede stationsplein, het Prinses Mathildeplein.
trein, tram en busstation waren gescheiden werelden. De doorstroming van het openbaar vervoer verloopt vandaag al vlotter. Maar op piekmomenten hebben de reizigers nog te weinig plaats. Gent-Sint-Pieters moet een draaischijf worden van openbaar vervoer. Ook het busstation wordt in fasen gebouwd. De helft daarvan is al volop in gebruik met duidelijke perronaanduidingen en real-time informatieborden. Als het helemaal klaar is, heeft het nieuwe busstation 12 perrons met plaats voor 24 geleden bussen. Om tramlijn 1 in dienst te houden tijdens de gigantische stationswerken, werd eerst een tijdelijke tramtunnel gegraven. En werden ook tijdelijke tramperrons voorzien onder de zijarm van de nieuwe kantoortoren. Pas als het hele stationscomplex letterlijk op poten staat, kan het definitieve nieuwe tramstation aangelegd worden. Diagonaal onder de treinsporen met 12 haltes op 4 parallele sporen. Zodra het nieuwe tramstation klaar is, kunnen de tijdelijke tramperrons weer worden afgebroken. De wand met foto's van kunstenaar Beat Streuli wordt de westelijke grens van het nieuwe station. Duizenden fietsen worden gestald of achtergelaten in de stationsomgeving. Meestal onder de blote hemel en dikwijls nog onbeschermd. Een eerste deel van de overdekte fietsenparking is klaar. Hier is al plaats voor 1700 fietsen. Fietsers kunnen via zachte hellingen de fietsenparking bereiken. In het nieuwe station zal er plaats zijn voor 10.000 fietsen, verdeeld over 2 uitgestrekte stallingen. Vanaf 5 kanten zal je je fiets op een zucht van de perrons kwijt kunnen. Ook hier brengen we daglicht en een aangename sfeer tot op de min 1 verdieping. Daar zorgt onder meer een hellende tuin voor op het Koningin Maria Hendrikaplein. Elke dag zoeken meer dan 2000 autobestuurders een parkeerplaats in de stationsomgeving. Vooral pendelaars en in de nabije toekomst ook werknemers en bezoekers van de nieuwe kantoren, de handelszaken en de woningen. Zij kunnen hun auto kwijt in de ondergrondse parkeergarage. Vandaag heeft die parkeergarage een capaciteit van ongeveer 2700 auto's. Je kan nu sneller en comfortabeler van de parking naar het station wandelen onder het busstation door. In de omliggende straten is op de meeste plaatsen bewonersparkeren ingevoerd en is het parkeerregime aangepast. De verwachte stijging van het treinverkeer mag niet leiden tot meer autoverkeer. Het is daarom noodzakelijk dat pendelaars zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar het station komen. Maar ook een goede autobereikbaarheid is van belang voor de ontwikkeling van de hele buurt. Daarom werd een rechtstreekse verbindingsweg aangelegd tussen de ring rond Gent, de R4 en het station. De Timicech-tunnel voert je onder de sporen naar de parkeergarage en later ook naar de omliggende stationswijk. De verbindingsweg wordt geen nieuwe corridor naar het hart van de stad. De woonwijken moeten immers leefbaar blijven. Als compensatie voor de nieuwe autoweg wordt Overmeers opgewaardeerd en opengesteld voor het publiek. Het is een gebied van bijna 7 hectare groot, waarvan een deel wordt ingericht als educatief natuurgebied. Het gebied rond Gent-Sint-Pieters is wat men noemt een stedelijk concentratiepunt. Een belangrijke groeipool voor wonen en werken, een gebied voor stadsverdichting. De Koningin Fabiola-laan is heraangelegd, breder met een dubbele bomenrij. De Fabiola-laan wordt een deel van de groene as tussen de Blaarmeersen en het Citadelpark.
Op de dakplaat van de ondergrondse stationsparking, ongeveer 25.000 vierkante meter groot, komen overwegend kantoren. Maar er is ook plaats voor handels-, sport- en vrije tijdsinfrastructuur en 30% woningen. De Link, een ontwerp van het architectenbureau Poponcini en Lotens, is de eerste realisatie in dat verhaal. In deze 90 meter hoge kantoortoren neemt het Vlaams Administratief Centrum zijn intrek. De zijarm krijgt een meer publiek karakter. Vanaf deze toren tot aan de leien ligt één langgerekte bouwzone. Voorbij de kantoor-, handels- en flatgebouwen bovenop de parking ligt de nadruk meer op wonen in het groen. Er komen nieuwe parken en pleinen, tal van ontmoetingsplaatsen voor de buurt. De mening van de omwonenden en de toekomstige gebruikers is belangrijk. Daarom is er geregeld overleg met de buurt en met andere geïnteresseerden over mobiliteit, over de invulling van het openbaar domein en de nieuwe projectontwikkeling. Dit gebeurt via een klankbordgroep, workshops, dialoogcafés en ook via sociale media. Het hele project heeft een enorme impact op de omgeving. Tijdens deze ingrijpende werkzaamheden moet het station altijd bereikbaar blijven. Wij willen ervoor zorgen dat de informatie over die voortdurende veranderingen tijdig bij u geraakt. Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het infopunt Project Gent Sint-Pieters.